Zoals u inmiddels bekend, heeft de regering besloten per 1 januari 2004 de naam van onze geldeenheid te veranderen tot dollar. Tegelijk zal de Centrale Bank van Suriname overgaan tot de uitgifte van nieuwe bankbiljetten waarop geen duizendtallen meer voorkomen. Zo gezegd, weg met de drie nullen. Om deze dollar op soepele wijze ingang te doen vinden in de samenleving is een afgewogen en doelgerichte voorlichting een belangrijke vereiste. Met de invoering van de dollar als onze geldeenheid gaan er heel wat veranderingen en aanpassingen gepaard. En niet in de laatste plaats zal de burger zich moeten aanpassen. Ook van mijn kant uit een goedemiddag. De inleider heeft al net aangegeven dat de regering een beslissing genomen heeft voor het introduceren van een nieuwe rekeneenheid per 1 januari 2004. Laat mij aangeven dat die beslissing, en dan nog niet misschien gespecificeerd naar een bepaalde datum toe, aan de bevolking werd kenbaar gemaakt op 1 oktober 2002, toen de president van de Republiek zijn jaarrede hield in ons parlement, waarbij werd aangegeven dat het de bedoeling is van de regering om onze munteenheid te herwaarderen. De beslissing is genomen om in elk geval de munten die er zijn, een deel daarvan te blijven gebruiken. Overal waar er stond 100 centen, die kun je nog gebruiken. Als er staat 1 gulden, kun je die moeilijk gebruiken, omdat zo'n eenheid gaat heten voortaan 1 dollar. Het lanceren van zulke verstrekkende veranderingen in ons geldstelsel, als wij nu aan het voorbereiden zijn voor 1 januari 2004, is iets dat niet zomaar gebeurt. De minister gaf al aan dat het in de jaarrede van de president van de Republiek Suriname, president Venetiaan, al was aangekondigd op 1 oktober 2002. Maar zelfs daarvoor, dat gaf de minister ook aan, zijn er al wettelijke maatregelen getroffen die moesten leiden naar dit doel. Vanaf het jaar 2000, bij het aantreden van deze regering, 3 jaar geleden, is het traject uitgezet dat moest leiden naar dit punt. Er zijn op verschillende gebieden maatregelen getroffen om een veilige introductie van deze nieuwe veranderingen in ons geldstelsel mogelijk te maken. Er zijn wetten namelijk gemaakt, eerst in de sfeer van noodwetgeving. Daarna zijn er wetten gevolgd in de sfeer van schuldwetgeving. Wij hebben gezien de wet voor de neolening. We hebben gezien de wet op de staatsschuld. Op basis daarvan kon de neolening worden gesloten. Er kon een consolidatie plaatsvinden van allerlei losse ongedocumenteerde voorschotten die her en der genomen waren. Na die schuldwetgeving volgt wetgeving die ik betitel als onze muntwetgeving.
wetgeving waarbij veranderingen worden aangebracht in onze bankwet en ook nieuwe veranderingen in onze muntwet. Het gaat om een wet die we ook moeten maken voor de overgang van het oude geld op het nieuwe geld. Die wet heet wet vernoemen en herleiden van gulden naar dollar. Surinaamse dollar hier te verstaan. Ik ben geen ecologisch wonder, maar zoals wat ik zie gebeuren is dat je nu een leuke nieuwe psychologische prijszetting krijgt van de handel. Met iets dat normaal 10.000 zou kosten. Dat kost dan geen 10 gulden, maar 10,95. Dus betaal je eigenlijk 11.000. Dus 1.000 gulden te veel. Dus ik zie alleen maar voordeel voor de handel erin en verder niks. Eigenlijk hetzelfde wat zij zegt. Het is heel handig voor de handel, maar verder hebben we er heel weinig aan. Producten die al overpriced zijn, kosten nu dus, of straks dan, een 1.000 gulden, 950 gulden meer. En wat we ook zeiden net, voor de kleine man is dat moeilijk.